Hallo, ik ben Renske en vandaag hebben we weer een nieuwe live GTA 5 commentary. En vandaag is het episode 42 van Online Adventures. En dat is op zich wel redelijk snel weer naar episode 41. En dat is allemaal dankzij jullie. En daar wil ik jullie ook allemaal voor bedanken, want ik moet zeggen, de video's van Online Adventures, of in ieder geval GTA in het algemeen, worden op het moment echt enorm goed bekeken en gerate. Dus dat is echt fantastisch. En als jullie gewoon meer video's willen, dan moeten jullie gewoon samenwerken. Ja, maar gewoon allemaal gewoon liken en bla bla. En dan komen er gewoon weer video's. En dat is precies wat er gebeurt. Dus dat wil ik eventjes gezegd hebben. In ieder geval, we zitten hier in de middle of nowhere. Stond met mijn Bugatti, is handig. Waarschijnlijk ben ik hier laatst gestopt. Ik kan me niet meer herinneren. Maar ja, ik zag net een bounty op de kaart. Dus we gaan eerst even richting die bounty toe. En trouwens, ik had gisteren mijn nieuwe scuff controller binnengekregen. En daar ben ik nou mee aan het spelen. Maar dat is niet gemaakt voor GTA. Dus dat is best wel irritant. Doe ik dat dit. Zie je die camera steeds switchen. Want dat is een van die paddles aan de achterkant. Dus dat is best wel annoying. Maar ik ga even iemand zijn kill jatten, jongens. Hoe snel is trouwens die bounty? Zit hij in de jet? No. Nee, zeg niet dat hij in de jet zit. Hij is veel te snel. Hey, dat is... Wat? Oké, wacht even. We gaan even kijken. Waar is het ding? Oh nee, hij is helemaal niet zo ver. Zit met 2 in 1 auto. Dat is nice. Ik dacht dat we dan een beetje de andere kant waren gaan. We gaan richting snel. We gaan kijken of we die bounty kunnen killen. En waar gaan we linksaf? Waar gaan we linksaf? Oké, we gaan hier linksaf. Dit gedeelte doen we al denken aan San Andreas. Ik weet niet of dat hier ook is, maar gewoon zo'n boerderij. Op zo'n rare, in the middle of nowhere plek. Oké, we zijn er bijna. We zijn bijna bij de snelweg. Zitten volgens mij met meerdere mannen in die auto. Of lijkt het maar als ik naar de kaart kijk. Ik ben trouwens wel benieuwd wat voor auto ze hebben. En wij zijn snel, jongen. We halen ze er nog bijna in. Oh crap. No, mijn pistol. Mijn AP pistol. Nee, ik ben even bang. Oké. En we hebben weer de AP pistol. Ik ben echt benieuwd of ze bij kanaal. Ik ben benieuwd wat voor wagen ze hebben. Ik kom dus op mijn woorden. We moeten sowieso even richting de snelweg. Misschien is dat beter. Als je denkt beter voor gemaakt, de Bugatti. Misschien de laatste keer dat ze in mijn Bugatti hebben gezien, was hij trouwens goud, hè? Of chroom. Nee, volgens mij goud was hij inderdaad. Goudchroom. En nou is hij wit. En ik dacht, weet je wat, we gaan hem weer een ander kleurtje geven. Ik heb hem heel veel verschillende kleuren gehad. En ik weet nooit echt wat ik moet doen. Hij is al oranje geweest. Oké, niet anders. Hij is al oranje geweest. Ik had iemand. Is dat... Oh, ik heb ze al twee. Nice. Easy kills. Easy money. Ik ben benieuwd hoeveel het was. In ieder geval, ik heb hem... even kijken. Ik heb hem oranje gehad met zwart. Ik heb hem goud gehad. Ik heb hem zilver gehad. Nou is hij wit. Welke kleuren nog meer? Volgens mij zwart heb ik hem ook al een keertje gehad. Dus op zich heb ik hem best veel verschillende kleuren gehad. En nou is hij wit. En dat komt eigenlijk omdat ik een witte Bugatti ooit gezien heb op YouTube. En die vond ik zo vet. En dat was de Pure Blanc of zoiets. P-U-R-B-L-A-N-C. Dus niet echt zoals je het normaal zou zeggen. Maar zo moet je ze maar opzoeken op Google. En dan krijg je er eentje. En die is wit met carbon fiber. En dat is fucking vet. En daarom dacht ik, weet je wat, dan gaan we een beetje namaken. Gewoon dat witte. Dat is op zich wel sick. Was trouwens best een hoge poundje, hè? 5000. 25 man deze lobby. Dus dat is sowieso al erg gunstig. En ik wil eigenlijk zelf ook een bounty. Dus als we een bounty op ons krijgen, gaan we sowieso een tank regelen. Maar voordat ik een bounty krijg, moet ik eerst auto's jatten. Dat is altijd een beetje de trick. Als je bounties wil, dan moet je gewoon auto's jatten. En dan krijg je vandaag zo'n bounty. Bitch! Dat is zo'n oude Chinese vrouwke. Oh shit. Enemy. Dit is echt een enemy. Met z'n hummen. Wacht. Misschien. 3, 2, 1. Oh, no way! Ik had hem weer! Oh jongens, ik ben zo goed met snipen. Niet normaal. What the fuck? 1 schot, hè? Die was zo sick. Oh jongens, de laatste keer hadden wij er met een... was het ook weer met een jet? Of nee, jet met een helikopter van fucking ver. Dit was dan niet zo heel ver, maar dat was echt maar 1 poging en gelijk raak. Whee! Ah, goddammit, recht op een andere auto. Maar wat ik dus van plan ben, is even veel auto's jatten en dan hopen dat ik een bounty kan krijgen. Dat is op zich wel lachen. Want ik heb eigenlijk vrijwel nooit in video's dat ik bounties heb. En die krijg je als je auto's jat, maar ik jat nooit. Oh wacht. Oh, we gaan de dingen leveren. Simon wants this vehicle. Gaan we dat gelijk even doen. Komt goed uit. Het probleem is wel altijd dat je gelijk 2 sterretjes aankrijgt. Hè? Dan denk je van, moet dat nou echt? Ja, dat moet echt. Ach ja. In ieder geval, zien andere mensen nou dat ik deze auto heb? Volgens mij niet, hè. Want soms zie je ook op de kaart zo'n groen autotekentje. En dat zijn ook die auto's van Simon, volgens mij.
Alleen, die ziet iedereen. En deze ziet volgens mij niet iedereen. Hoop ik. Moeten we hem trouwens een andere kleur spuiten? Volgens mij wel. Ik ga even... Oh, wacht. Shit. Er komt een enemy aan. Er komt een enemy aan. Wacht. Oh, daarom had die gozer natuurlijk die Hummer. Die had net die Hummer. En die wou hem inleveren waarschijnlijk. Dus snapte ik hem uit zijn Hummer. Dat was echt een nice streak. Echt, ja. Yeah. Kan ik niet altijd meezitten. Even kijken of we de politie kwijt kunnen raken met Hummer. Ik kan eerst trouwens ook een Hummer kopen. Gewoon in online. En dan helemaal geel maken en zo. Dat is op zich best sick. Maar ja, ik vind ze te... Ja, ik weet niet. Ik vind ze niet zo heel fijn rijden. Daarnaast heb ik ook nog die 6x6. Dus ik zie niet echt een nut om deze auto te kopen. Ook al is het natuurlijk wel een grappig autootje. Had ik ze gemist? Ah, ik kan al vachtjes doodrijden. Oh shit. No, no. Oh, de politie draait net af naar links. Dat komt goed uit. Ik denk dat ik daar terug moet rijden voor die... voor die tuning shop. Maar even kijken of we hem ook zo kunnen inleveren. En trouwens, we rijden nou... Wacht, we rijden nou ook naar een andere tuning shop. Dus dan maar niet uit. We rijden gewoon door. Maar wat ik eerst gezegd wil hebben... Is dat ik jullie allemaal enorm wil bedanken gewoon voor de support op mijn video's de laatste tijd. En dan in speciaal natuurlijk wel de GTA video's. De GTA video's krijgen binnen een dag gelijk 4000 views. Dat is extreem veel. Online Adventures krijgt binnen een paar dagen al gelijk 1000 likes. En ik zou eigenlijk gisteren een episode moeten uploaden waar ik al 1000 likes had. Maar ik had eigenlijk gisteren niks geüpload behalve dan die unboxing. Ja, dat duurt natuurlijk niet zo lang. Maar geen video's omdat ik gewoon vrij weinig tijd had. En ja, dat is gewoon nou extreem veel met die stage van mij. Dat lijkt allemaal heel simpel en zo. Oh, dat valt allemaal mee, maar ik weet niet hoe het kan, maar de tijd vliegt gewoon weg. Alsof ik gewoon helemaal geen tijd meer heb. Ook al scheelt het eigenlijk vrijwel niks met normaal als ik naar school ga. Dus misschien dat ik ook geen motivatie meer heb. Of dat het komt dat ik juist, weet ik veel, ja, gewoon moe ben. Dus ik weet niet. Ja, het heeft gewoon niet echt heel veel zin om video's te maken de laatste tijd. Daarnaast weet ik ook niet helemaal wat, dus dat scheelt natuurlijk ook wel een beetje. Maar ja, we gaan eerst even dit ding inleveren. En kijken hoeveel geld we krijgen. Want volgens mij voor die Hummers krijg je best veel money. In leven die handel. Even kijken. Ja, want volgens mij voor die Jeeps krijg je een van de meeste geld. Een van de meeste geld. Klinkt een beetje raar trouwens, hè. Maar ik speel vandaag met mijn Scuf Controller. Ik had gisteren dus die unboxing video gemaakt van mijn Scuf Controller. En dat is dus deze controller. En ik heb aan de achterkant die pedals erop zitten. En dat is best irritant, want voor GTA is dat niet gemaakt. Dus dan krijg je dat uit dit. Dat je constant die camera switcht. En dat is wel, ja, dat is raar. Dat heeft niet echt zin. Het enige wat wel een beetje gunstig fris is voor laden. Daarvoor kan je het op zich wel gebruiken. Maar verder rest heeft niet echt veel zin. Dit is trouwens de handrem. Links het pedal. Ik moet wachten even. Dat kan doen, dan moet even niet meer op het weg zijn. Ja, als ik deze pedal indruk, dan remt hij. En die andere, dat is camera. Het is niet echt heel erg nuttig. We zijn bijna bij ons inleveradresje. En dat is trouwens best wel geniaal. Als ooit iemand zijn auto heeft en dan die groene, weet je wat, die op de kaart kan zien. Dan moet je eigenlijk hier gewoon wachten op deze dock. Want ze moeten altijd aan deze plek doen. Want het is de enige plek waar je die auto's kan inleveren. Ik vind dat best idioot. Maar wel heel grappig om dan mensen gewoon op te wachten hier. Dan ben je echt een klootzak. Dat is echt een extreme naaiactie. En er is een poundje van 9000 geplaatst. Ey. Die gaan we zo meteen even fixen. Als we deze auto hebben ingeleverd. En ja, net tussendoor. Perfecto. Perfecto. En nee, net niet perfecto. En dan krijgen we de deur eruit. Godverdomme, toen mag je de deur open. Nou, hoeveel zullen we krijgen? Ik denk 6320. Nee, dat is een heel random bedrag. Kun je überhaupt $20? Ja, dat kun je volgens mij wel of niet. Dat kan. Hey, 7000. 7500. Dat is best wel geld. Dat is mooi. Even kijken waar die bounty is. Of er heel veel mensen in de buurt zijn. Valt eigenlijk reuze mee. Er zitten twee mensen in dat ding. Wat kunnen we best doen? Kunnen we misschien beter richting het vliegveld gaan? En daar vervoer regelen? Of rij... Nee, ik heb zelf niet echt vervoer, hè. Gradwalk! Dankjewel, man. Simon. En we gaan even een mechanic bellen. We gaan even een autootje regelen. We hadden net die Bugatti, hè. Dan moeten we nou eigenlijk iets anders pakken. En ik heb echt last van mijn oog vandaag, ik weet niet wat. Ik denk dat ik wel een idee heb waardoor dat komt. Even kijken, wat pakken we? De Vaca, die zien we niet zoveel. De reden is volgens mij omdat ik zelf strak met onze hond een beetje te kloten, een beetje te stoeien. Iedereen kent hem wel. En hij krabt echt zo over mijn gezicht, hè, jongen, niet normaal. Dat deed natuurlijk wel prongelijk, maar daar heb ik wel last van mijn oog. En je ziet eigenlijk niks, hè, volgens mij. Best wel raar. Hier zie je het wel een beetje.
Maar oké, maar nu, let's go. We pakken de Vaca. De Vaca is een shiny green. Ik wil eigenlijk die andere kleur groen, maar daar moet ik meer stun gems voor doen. En ja, ik weet niet hoeveel en ik heb geen zin om er allemaal te gaan zoeken. Dus. Maar dat is de laatste kleur die ik nog vrij moet spelen. En volgens mij moet ik nou die stunts ook weer overnieuw doen. Want dat heeft volgens mij wel een soort van link met singleplayer ofzo. Ik weet niet, dat is allemaal een beetje raar. Dus ja, nou is je deze kleur. Op zich ook een best vette kleur. Maar die andere kleur groen was wel vetter geweest. En is mijn bounty? Nee, mijn bounty is nog steeds. Er is ook al een jet van de enemy. Dus dat is verre van gunstig. Want die gozer die jat mijn kill. Hè. Dat zien we gewoon nou al gebeuren. Dus ik ga gelijk naar mijn AP pistol. En ik heb het al meerdere dagen over gehad. Over die Road to $1 million bounty. Ik wou gisteren eigenlijk dan ook even kijken of ik kon recorden. Nou, het was te laat. Maar ik had een paar potjes gejoined. En gewoon om te kijken of ik bounty lobbies kon vinden. En je vindt er bijna geen. Dus als ik dat echt ga doen, die Road to $1 million bounty. Dat is allemaal wel leuk. Maar dat kost zoveel tijd om te recorden. Want er zo weinig bounty lobbies zijn. Dat je echt blijft zoeken. En nou heb ik toevallig geluk dat ik nou gelijk 2 bounties in één match heb. Maar over het algemeen valt het echt vies tegen. Ik weet niet of dat daar gewoon een beetje ongeluk is. Maar oh shit. Nee! Op zich zou ik het wel kunnen doen, maar dan moet ik dat bijvoorbeeld bij 1500 likes of zo. Gewoon om te zorgen dat minder vaak geüpload moet worden. Omdat het gewoon heel veel tijd vergt en ik die tijd niet altijd heb. Omdat ik natuurlijk school heb en dan ook nog andere dingen, werk weet ik veel. Dat neemt op zich best veel tijd in beslag. En ik doe niet echt werk, ik heb alleen krantenwijzers, dus dat scheelt. Maar dat had ik vandaag ook en dan ben je ook weer pas om 7:15 thuis of zo. En dan moet je ook nog eten. En alles bij elkaar, het wordt dan best laat. Dus ja, het is niet altijd fijn. Er is ook een helikopter. Waar is die jet nou weer heen? Is die net ineens veranderd? Is een transformer of zo? What the fuck? Ik snap niet waarom die auto ook nog steeds niet kapot is. Hoe moeilijk kan het zijn om iemand goed uit zijn auto te schieten? Ja, trouwens, voor mij is dat pittig moeilijk, hè? Dus dat scheelt. Eigenlijk moet ik naar off the radar, zou ik dat doen? Oh no, hij draait hier rechtsaf. Ik dacht even dat hij uit zou stappen. Hoe moeilijk kan dit zijn? What the fuck? Nou, maar ik zeg niks meer. Ik wou schieten, maar hij moest laden. Dus ik stond allemaal van, schiet! God damn it, schiet! Nee, hij is, oh kut. Oh, fuck, dat was close. Ik wou net bellen, dan gaat hij daar stilstaan. Hoezo is zijn auto sneller dan een Vaca? Dat is fucking bullshit. Maar dat is hij niet trouwens. Je moet oppassen dat ik in C4, hè. Oh shit, volgens mij gooide hij iets, of niet? Ik kan er nooit echt zin in. Zij kunnen mooi met z'n tweeën, hè. Eentje kan schieten, en ander kan... Oh, hadden we de bounty? Hadden we de bounty? Ik weet niet, hij is trouwens wel off the radar, of niet? Ze rijden wel gewoon door. Yeah, buddy! Oh, what the fuck? What the fuck? Die auto ploft uit het niets. Holy shit, ey. Wat zien jullie? Ey, crashes al... Oh, jongens, ik zie wat ik wil hebben. Wat ik altijd al willen hebben. Dat heb ik echt altijd al willen hebben. Oh ja, ik schiet hem helemaal voorop, maar hij stapt wel even uit. Maar dat was wel even... Ja, dit is jongens quick money. Soms vragen mensen aan mij van hoe kan het zijn dat je zoveel geld hebt? Nou, zie hoe lang ik in deze lobby zit. Check mijn geld. Nou, 20.000. Dit is free room. Als je missies kunt doen, heb je ook gewoon binnen 10 minuten 20.000 of zo. En races kun je doen, dus... Je kunt op zich heel makkelijk veel geld verdienen. Alleen mensen die zijn waarschijnlijk of te lui of die willen gewoon simpel geen tijd erin steken. En ja, ik vind dat wel een beetje idioot. Dan gaan ze mij vragen van, hoe kom je eraan? Dan gaan sommige mensen zeggen, oh, hacks of zo. Nou, volgens mij is dat niet echt mogelijk in online, zonder geband te worden tenminste. En ik wil niet geband worden, ik ben level 130. Dus ik heb best veel te verliezen. Dus ja, wel jammer dat mensen dan gelijk denken dat je hacks moet hebben of zo. Omdat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Als je maar gewoon eens wat probeert. In plaats van gewoon een hoop op glitches of andere gekke dingen, weet ik veel. Yes! Ah, oh nee, ik kon het niet halen. Damn it! Ik wou dat je iets met dit ding kon doen, ofzo. Dat je er gewoon cement uit kon... Weet ik veel, uit kon laten komen, ofzo. Dat zou grappig zijn. Komt enemy van links. Zou dit te vertrouwen zijn? Dat is een beetje moeilijk, hè. Of mensen te vertrouwen zijn of niet. We gaan met dit ding ontsnappen. Dit is wel echt epic escape, of niet? En moet je kijken. Oh, dat bocht weer. No, de sticky bombs are real! Hij is een bitch. Ik weet niet of hij die gozer is die ik vertrokken had met die bounty. Dat is zo moeilijk, hè. Fucking probeer te rijden en nog achterom kijken, dus ik weet niet eens of... Nou wel. Ik weet niet eens waar ik naartoe rijd, maar dat is wel geniaal dat hij dan crasht. Ik reed gewoon voor hem weg, hè, met een vrachtwagen. Hij had een buffalo, of hoe heet ze denk ik weer? Ah, goddammit.
prachtig mooie boot. Maar moet dat nou echt... Zal die... Wacht, wacht, wacht. Dit kan niet laten. Dit kan niet laten. Snel, sneller. Snelst. Oh jongen, die gozer heeft zoveel geluk. Die gozer heeft zoveel geluk. Of die bitch, whatever. Ik schoot er echt net overheen. Ik had het idee in mijn hoofd van... Ik zie hem er afspringen en ik schiet hem in de lucht raak. Maar het werkt nooit zo als je in je hoofd hebt. Dat is gewoon... Nou, zo gaat het helaas niet. Maar ik denk dat ik even voor dingen... Ik ga haatzaaien. Dat hoort erbij. Dat heb ik al vaak gezegd. Haatzaaien hoort in GTA. Want je kunt mensen toch niet vertrouwen. Dan komt er een toen ik... Ah, Mattie. En dan bam. Dood. Dus dat moet je niet doen. Dus wat wij doen... Is... nee, Meriwether heb ik niks aan. We gaan mensen... hun geld jatten. Dat is wel een beetje de vraag bij wie we dat doen. Ik heb nog niet echt een flauw idee. Kom maken. Kost 1000. Op wie doen we dat? Gamer Girl for Life. Op zich zou ik dat best wel willen muggen. De rest heeft allemaal vrij weinig... of een vrij laag level eigenlijk. Ik ga voor Gamer Girl. Ik denk omdat zij 126 is. Dat ze zo iemand is. Net als ik bijvoorbeeld hier. Kijk, ik heb nou 22.000 bijna cash. Dat is gewoon idioot. Als iemand mij nou muggt, dan krijgt hij 22.000. Volgens mij. Want je krijgt volgens mij echt al mijn geld. Omdat ik het in de bank heb staan. Dat is gewoon idioot. En... Oké, okay. mijn mugger is nou op die gamer girl afgegaan. Ik hoop echt dat hij cash heeft. Ah, die zit waarschijnlijk in zijn huisje verstopt of zo, hè. Dat zul je altijd zien, die mensen zitten altijd in een huisje. En check waar we trouwens uitkomen. We komen weer bijna uit bij mijn auto, die ik in het begin had. Dat was... Was dat die Bugatti volgens mij? Staat die of... Oh nee, lijkt op de kaart trouwens, hij moet die kaart uitzoomen. Mijn Bugatti verdwijnt natuurlijk als je een andere auto belt, dat is jammer. Het leek even dat hij heel dichtbij was, maar dat is natuurlijk mijn vaca. Oké, whatever. Dit ding is leuk, weg met dit ding. Bewijsmateriaal vernietigen. Oh, wacht. Nee, wacht. Dit ding zit geen... nee. Ik ga zeggen, er zit benzine in, maar dat is niet bij dit ding. Ik ga het eens proberen. Kijk of het werkt. Ik weet niet of het kan. Ik denk niet dat het kan. Maar überhaupt... Nee. Ga daar! Ik wou hem erin gooien, maar dat werkt niet. Oké, rennen. Zullen we gewoon de politie afknallen? Let's go. Kijk gewoon een dikke shootout. Er staat iemand achter. Oh fuck. Nee. Niet zo snel, niet zo snel. Rustig. Minigun is trouwens best irritant. Is hij geliefd of zo? Is die bitch geliefd? You cannot drop your weapon here. Dat was ook niet de bedoeling. Ik krijg mijn geld terug, maar what the fuck is hier gebeurd? Ik had die mugger op haar afgestuurd. Waarschijnlijk zit ze of in de huis of what the fuck. Het liefst zou ik nou gaan zoeken waar die is. Maar dan ga ik wel een mugger op iemand anders afsturen. Er zal de helft iemand anders zijn die die money heeft. Ik ben eigenlijk benieuwd of er een limiet op zit. Oh shit. Een limiet op die mugger zit. Dus je hem constant kan blijven sturen of niet. Ik denk het niet. Ik denk maar één zin om zoveel minuten. Nee, je ziet het. Dat kan niet. Nee, je moet 8 minuten wachten. Tering is lang. Het zal al 10 minuten in totaal zijn dan. Dat je moet wachten. Oké. Escape, escape. Woehoe! Kijk, hoe kan ik een bounty krijgen? Ja, auto's jatten. Maar ja, de... blijkbaar gaat dat niet zo snel. Dat is altijd wanneer je het niet wil. Hé, 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 hé. Hé, er is een bounty. Er is een bounty. Let's go, richting die bounty. Dat is zo typisch, hè. Dat ik voor straks... Oh, er zijn nooit bounty lobby's. Verdomme, 3 op rij in 1 lobby. Oh, snap. Oké, we moeten hier rechts af kunnen. Dan kunnen we mooi rechtsaf. No, hij zit bij zijn huisje. Hij is ook als een... Zo'n bitchje wil dan in zijn huisje verstopt zit. Echt, waarom? Het liefste zou ik dan gewoon bij zo'n deur gaan staan te wachten. En ik heb echt last van mijn rechterhoofd, jongen. Dat is zo fucked up. No, de bounty is gereed, squid. Oké, ik wil die auto. Geef me die auto. What the fuck? What? Oké, dat waren physics. Als eerste, hij had de shot die... Die politie kent dan vaak shotguns, man. Dat viel me laatst ook al op. Oh, shotgun. Voor mij zit iemand met een shotgun! Wat is dat? Oh my god, echt waar? Hi. Shotgun. Oké, let's go. In deze auto. Zo, ah, die is al dood, dus die kan geen bounty meer op mij afsturen. Als je dood bent, dan doe je niet heel veel meer, denk ik. Let's go. Volgens mij lijkt deze lobby een beetje. Gewoon als je net zag hoe die auto begon te trippen. Want dat is niet echt origineel. En kan ik. Oh, daar kom ik overheen. Dit is ook van die leuke cross-auto's, jongen. Oh, what the fuck? Hoe staat dit ding hier langs de weg? Ik heb er zelf ook een, maar... Het is zo random dat deze auto's gewoon ronddraaien in de game.
En ik ben eigenlijk een beetje jaloers op deze versie. Deze heeft een spoiler en die heeft hij van mij niet. Volgens mij kun je dat ook opzetten. Maar bij, was dat GTA 4 altijd. Dan had je bijvoorbeeld die Infernus, die reed er rond. En dan had je er eentje zonder en eentje met spoiler. En dat was altijd maar een beetje de gok. De ene keer kreeg je er eentje met, de andere keer zonder. Maar je kon ze toen niet kopen, dus dan moest je ze gewoon vinden. Dus als je dan eentje met een spoiler had, was dat fucking vet. Weet je wel, terwijl het eigenlijk exact dezelfde auto is. Oh, snap. Ik zie hier iemand rijden, we gaan hem even kapot maken. Oh, wacht, we gaan de... Nee, ik heb een idee. Let's go, tank. We gaan gewoon mensen kapot maken. Hadden jullie laatst in de comments achtergelaten? Van, ga ik gewoon van allerlei mensen afschieten proberen in die... weet je ook weer? In die bad sports lobby te komen. Gewoon voor de lol, een keertje kijken hoe dat is. Dus dat kunnen we op zich wel proberen. Dus we gaan naar Pegasus. Die heeft voor mij wel een tankje in de aanbieding. Rijden we nou geen, dus komt goed uit. Doe maar een tank. Een rhino tank. Ja. Ik ben benieuwd of die mensen op me afkomen. Dan is het wel leuk, maar als ze dat niet doen, dan is het fucking boring. Oké, let's go. Woo! Deze auto slipt zo erg, hè. Maar hij is wel snel. Hij is ook gewoon leuk om mee te rijden. Hij trekt heel snel op. Dat is toch wel een voordeel. Rijdt sneller als de Santorna. Oh, en die tank die spawnt daar echt gewoon. Ik vind het raar, man. Hebben ze nou een beetje veranderd hoe dat spawn allemaal is? En dan vind ik... Ik weet niet of ik er blij mee ben. Het ziet er allemaal zo raar uit. Kikkeboep! Die! Oh! Domino effect! Oh shit. Je moet eigenlijk geen dingen te dichtbij opblazen. Dat deed ik laatst ook al. En dat is meestal de reden dat je juist doodgaat. Omdat je, of ja, in ieder geval niet dood, maar dat je je eigen tank opblaast. Dat je gewoon te dichtbij schiet. Of dat je over auto's heen rijdt. En door die explosies dan ga je dood. En daar staat die man. Je zal ook wel in passive mode zitten. Ik weet dat het echt een naaie actie is als mensen constant zo gaan doen. Maar het is ook wel grappig op zich. Gewoon voor een keertje, weet je. Ik doe dat anders nooit. Heeft hij een motor? Oh, hij had een motor. Dat kost me $125. Dat is echt totaal niks, hè. Dat is een koopje. Dat is een koopje. Misschien wel slimmer om eerst even geld op de bank te zetten. En dan juist de tank te pakken. Maar ik had die politie al achter me aan, dus dat was een beetje moeilijk. Bam! Oh no, zo mis. Oh, wacht, ik heb een idee. Oh, dit is vet. Oh, zal dat werken? Met de tank de legerbaas ingaan. Zullen we dat proberen? Ja, jongens, dat gaan we proberen. Ik ga heel eventjes richting... nou, een vliegveld. Wat moet ik ook al zijn? Ik moet naar beneden. Verdomme! Overnieuw. Bellen. Oh shit, nou blaas ik hem alsnog zelf op, hè. Dat is ook niet helemaal... Dit is juist wat ik net bedoelde. Dat moet je niet doen. Pegasus, ja. Oh, trouwens, ik kan geen twee Pegasus voertuigen hebben. Ja, ik kan het zeggen. Ik wou die... die Chinook pakken. Dat is die helikopter met twee propellers waarmee je deze dingen kan optillen. En dan wou ik deze... tank in een legerbasis droppen. En ik denk dat we dat nog wel kunnen doen. Op zich. En het is trouwens veel makkelijker. We kunnen daarnaast... Ja. Ik heb een idee. Daarnaast kun je sowieso al een tank... oh. Die politie heeft die auto weer. Oh crap. Daarnaast kun je gewoon zelf al een tank oproepen. Want dat is zo'n... zo'n spawnplek van hun. Van die Pegasus. Dus op zich hoef ik niet heel de pok uit te rijden met de tank. Maar... Zullen we dat doen? Op zich is het wel leuk om nou een goede auto te pakken en gewoon te gaan crossen. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ik ben even aan het denken. Wat gaan we doen? Ik ga denk ik niet heel de pokken aan het rijden met de tank. Want dat is gewoon niet leuk. Dat is gewoon simpelweg niet leuk. Maar het wordt ook wel extra risky om dat met een andere auto nou te gaan doen. Het scheelt wel dat ik nou gewoon een auto kan bestellen. En dan komt die gewoon en dan is het goed. Maar hierbij is wel een vliegveld. Ik ga een auto bestellen. Even kijken, dan maken we het wel spannend. We plaatsen wel pompjes op. Oké. Welke auto gaan we nou bestellen? We hebben al van alles gehad vandaag. We hebben 5 sterren, dat wordt sowieso echt moeilijk. Dit wordt sowieso moeilijk. Eclipse, dat zijn alle snellere auto's, hè. Entity, Adam, Justin, Turismo. Pak Turismo. Lang geleden. Ik ga heel even wachten tot Turismo spawnt. Dan gaan we in Turismo. Hopelijk overleef ik dat. Alleen al dat instappen. Want ik ben al bijna dood. En dan gaan we richting legerbasis. En dan als we bij de legerbasis zijn. Dan spawnen we weer een nieuwe tank. Maar dan moet deze wel kapot in tussentijd. Dat is een beetje het probleem. Dus ik ga heel even wachten tot hij een beetje... Dat hij fixt, zeg maar. Hij begint op te roken, heb ik het idee. Yep.
Hij piept al, dat is altijd een goed teken als je wilt dat het kapot gaat en het piept. Tenzij het de oven is, bij de rest dan is het altijd wel een vrij slecht teken. Oké. Ik wil eigenlijk nou niet dood, maar... Oké, nou snap ik uit. Die neemt hij zo meteen echt op ontploffen. Ik denk niet dat hij instant ontploft, eerlijk gezegd. Oké, hij fik. Dat moet snel zijn. Nou, ik wil alleen die auto nog opblazen en in mijn eigen auto stappen. Fuck, ik zag SWAT busje. Ik denk, oké, dan gaan we eerst hun even opblazen en dan rijden we gelijk er vandoor. Ja, dat, ik denk, ik kan nog wel één keer schieten. Nou, daar viel dus tegen. We gaan het nog wel leuk houden. Ik kan ook niet de politieagenten lokken, dat is zo irritant. Ja, ik kan niet op die andere... Ik wil op hem lokken. Die andere ligt er al op de grond. Dat interesseert me toch niet meer. Als je eenmaal op de grond ligt, dan is het mooi geweest. Oké. Ik wil in ieder geval een leuke achtervolging hebben, dus... Oké, dit is niet gunstig. Come on! Oh, kom maar op. Bitches. Oké, dan moet ik snel zijn, want daar ga ik nog dood. Alweer, zelfs. Dat zou heel erg zijn. Dan gaan we richting legerbasis. Ik vind deze velgen zo vet, deze auto, hè. Dit zijn ook echt van die Ferrari-velgen. Ik weet niet of je ooit gezien hebt, maar dat zijn echt van die typische Ferrari-velgen. Die zitten ook onder de Enzo en zo. En onder de Italia zit volgens mij dezelfde. We gaan richting legerbasis. Het is leuk als je een beetje kan crossen met oudje. Zo even in de... Puzzle. Oh, dat ziet er raar uit, man. Heb je gelijk echt idee dat je in de Ferrari zit, omdat die ook al rood is. En gewoon... Het ziet er echt uit als een Ferrari van binnen. Dit was volgens mij niet echt een auto die gebaseerd is op Ferrari. Meer op de McLaren, denk ik. Ja, het is allemaal combinaties. Laatst vroeg ik jullie waar die Cheetah was. En sommige mensen zeiden de Ferrari Enzo. Inderdaad, daar heeft hij wel dingen van weg. Maar het is niet alleen de Ferrari Enzo. Het is ook iets van een Pagani erin of zo. Ik weet niet, maar het is... Het zijn meestal combinaties van allerlei verschillende auto's. Dus het is niet één ding. En deze auto is hier niet voor gemaakt. Maar ik denk wel dat deze sowieso iets weggeeft van de McLaren. Gewoon de vormen en zo, een beetje klein. Op zich wel sick. En waarschijnlijk ook wel van een of andere Ferrari, denk ik, of zo, ik weet niet. Normaal is, hoe heet de merk ook weer? Gratti is normaal Ferrari. Of in ieder geval, dat was in GTA 4 was dat Ferrari, want dan had je die Gratti Turismo, de gewone Turismo. En dat was volgens mij de F430, dacht ik. Maar oké, we gaan ook crossen. Beetje politie uitdagen, gewoon wel gezellig rouwen. Let's go. Misschien moet ik wel stickies gooien. En de granaten, dat is makkelijker. Stickies zijn de deur, dat kost 1000 per keer. Zal ik hem graag gegooid hebben? Bam! Oh shit, verkeerde knop. No! Nou, dan zie ik het niet meer. Ik moet echt even aan wennen, jongen, die triggers. Oké, de granaten. Gewoon granaten blijven gooien. Ik wil 5 sterren voordat ik bij de legerbasis ben. Dat ga ik sowieso niet halen. Nee, dat haal ik niet. Voor 5 sterren moet je volgens mij echt politie's afschieten. Anders haal je het niet. En heel veel. Man. Op zich doen de politieagenten me niks. Ik kan hun zelfs beuken. Omdat ze zo weinig zijn, ze doen niks. Oh, nou krijg je ze hier. Opwachten. 3, 2, 1. Nee! Ik blaas ook echt net die auto voor dat busje op. Ik krijg het voor elkaar. Ik moet sowieso op zijn minst 4 sterren. Oké, weet je wat? Ik denk dat het makkelijker is als je echt snel sterren wil. Of stickies. Of gewoon geschieten. Oh shit, dat was close. Oké, we zijn er bijna. Misschien is het slim om nou alvast die tank... Oh shit, hoe kom ik nou met die tank legerbasis in? Daarvoor had ik juist wel die Chinook nodig. Oké, misschien werkt het niet helemaal zoals ik in mijn hoofd had. Nou weet ik dus niet meer hoe we dat gaan doen. Oh crap. Ik denk dat ik wel een mogelijkheid ken. Dan moet die tank wel snel kunnen rijden. Want volgens mij hebben we het laatste keertje via die bergen... de legerbasis ingesprongen in plaats van... What the fuck doe jij? In plaats van gewoon hier tegenover... Hij spant er nou wel. Kijken of we daar dan de legerbaas in kunnen springen. Dat zou op zich best wel een challenge zijn. Echt gewoon... Wat doe jij, politie? Doe normaal! Oké, misschien is dat normaal, want dat doen politieagenten. Maar het is wel irritant. En dan pakken we onze eerste afslag. Oh, we zouden er in first person rijden. Dat deed ik volgens mij onbewust gewoon switchen. Ik kan me niet herinneren dat ik terug switch had, maar ik zat wel gewoon in normaal te spelen. Dus. We gaan even richting mijn tank. We zijn alweer bijna dood. Ik moet volgens mij echt armor halen voordat ik zulke dingen doe. Oké, we gaan even hier af. Sorry, verkeerde afslag. Echt ziek eigenlijk dat je gewoon naast leger gewoon eventjes gewoon zo'n mooi landwerkje kan pakken of zo.
soort van. Ik kan gewoon. Ik kan niet kwaad. Oh crap, dat is een paaltje. Die rijd ik niet zo makkelijk om. Ik raak je serieus. Oh, laat maar. Ik wil zeggen, ik raak je serieus de politie kwijt op een legerbasis. Maar dan nog net niet. En dan zit die fucking veel weer in de buurt. Oh crap, daar moet ik voor passen. Ik denk even serieus dat die tank gewoon te traag is. En dat ik inderdaad de legerbasis niet in kan. Het zou misschien zelfs beter zijn als ik gewoon een tank van hun zou jatten. Maar dat is echt extreem moeilijk. Ik weet niet of dat überhaupt kan. Maar hier staat mijn tank in ieder geval. Tata! Nou, snel. Zo. Instappen. Je kunt first person mode doen bij een tank. Maar dan, ja, dan schiet je eigenlijk niet heel veel mee op. Want dan ziet het er gewoon een beetje raar uit. Dan krijg je volgens mij die lopen alleen dit. Nou. Leuk hè? Mooi. Nee. Nee. Oké. We gaan zo. En volgens mij zijn die tanks op zich best snel. Moet ik even kijken waar die ramp precies was. Volgens mij daar ook. Ja, ik denk dat we dat wel halen. Ja, ik ga ervan... Nee. Ik denk het eigenlijk niet. Tanks zijn veel te zwaar. Kijk onze... Nee. Daar hou die halen. Toch ga ik het proberen. We moeten eerst helemaal richting de top van de berg. Nee, dat doen we niet. Daar heb ik geen zin in. We gaan gewoon een klein stukje omhoog. Nee. Wat de... Hij heeft rupsbanden. En ik kan niet eens een berg, joh. Met fucking Bugatti's. En zelfs met een smart zou dat kunnen. Maar niet met een fucking tank. Waarom heb ik überhaupt drugsbanden als ik ze niet kan gebruiken? Oh fuck, er staat al een tank, zag je daar? Een enemy tank. Dit was mijn... Oh nee, daar is mijn ramp die ik zocht. Ja, dat moet haast toch wel lukken. Ik kan alleen de berg nog niet eens op. Dus dat is eigenlijk wel iets wat me dan zoiets geeft van... Nope. Dat gaat niet werken. Oké. Dit is mijn ramp. Deze gaan we nemen. Ik heb er vertrouwen in, jongens. Hebben jullie ook vertrouwen in mij? Zo ja, dan gaat het lukken. Hè? Dus als het niet lukt, dan is het jullie schuld. Dan hebben jullie allemaal gezegd dat jullie mij niet. Dat jullie geen vertrouwen in mij hebben. Dat jullie gewoon niet geloven dat ik dat kan. Dus dat is jullie schuld. Simpel is het. Altijd op een ander af. Afschrijven. Oké, let's go. Ja, ik heb vertrouwen. Nee, ik heb er niet zoveel vertrouwen in. Deze auto of tank. Dat ding rijdt echt voor geen meter. Het is toch echt een ramp van. Yeah, buddy! Woehoe! Oh shit! Oh, kut. Er zijn heel veel tanks. Uh-oh. Holy fuck. No way. Dit zijn zoveel tanks. No. Dit is echt tank war. Dit is een fucking tank war. Maar het is op zich vrij makkelijk dus met een tank om hierin te komen. Alleen je moet niet vastzitten. Ik wil wegrijden. Ik ga overal tegenaan. Ideaal. Oké, let's go. Hoe lang kunnen we overleven met de tank? Dit wordt volgens mij best een lange video. Maar, nou ja, maakt het niet uit, toch? Als je het leuk vindt, dan ben ik al lang tevreden. En we kunnen hier eigenlijk gewoon de deur pakken en naar buiten rijden. We kunnen in deze toren campen. Misschien hebben we nog een keertje doen, maar daar gaan we nou natuurlijk niet. Want we hebben nou juist net die tank. Ik heb kijken of dat ding ontploft. En het ploft daar. Ik kon niet echt zien dat het plofte. Kikkeboom! Oh! Nee, dan ploft hij. Dat is wel een beetje nep, hè? Hey. Oh shit, volgens mij fik met tank. Auw! Oké, ik rij over. What the fuck? What the fuck gebeurt hier allemaal? Ik weet niet, maar mijn tank die ik ga fikken binnen nu en 10, 9, 8. Nee, dat niet. What? No. Dit ding heeft niet zoveel range. Ik wou hem zo graag neerschieten, alleen ik zag het veel te laat. En dan ga je snel schieten en dan schiet je als mis. Ik hoop echt te terugvliegen, want ik schiet hem uit de lucht hoor. Tweede kans als je weg. De tweede kans, dan krijgt hij. Dan is hij dood. Oh shit. Uh-oh. Die tanks van hun zijn trouwens redelijk zwak volgens mij. Of leek dat maar net. Ze komen niet eens bij mij in de buurt. Ze zijn bang. Oh, daar zit Chinook weer. Die is altijd hier hoor. Oh, ik heb die range niet. En nou is het ook niet. Uh-oh. Niet te veel doen. Dit moet ik niet te veel doen. En ze achteruit. Reverse. Oh, nee. Dat troepje heb ik gekregen. Oh fuck, hij schudt net over mij heen. Oh no. Ik moet echt zo'n tankje hadden. Nee, dat lukt niet, dat lukt gewoon super niet. Dit is echt best wel risky om zo in zo'n legerbasis te zijn. Maar het valt niet tegen, moet ik zeggen. Het valt niet tegen, ik had het erger verwacht. En ik weet niet of jullie hetzelfde zagen als ik. Maar, mijn tank komt bijna niet vooruit. Daar reed net zojuist een speler. En die speler die zal wel verrast zijn dat ik daar met de tank recht voor zijn feest sta. Kikkeboop! Kikkeboop!
Hij was zo blij dat hij eindelijk zijn tank had. Oh, of dus denkt zijn jet. Oh, ik kan wel janken. Ik kan wel janken. Oh, nou heb ik een probleem. Uh-oh, ik zie het mis. Ik moet snel zijn. Snel. No. Oh, hij heeft me geraakt. Hij heeft me geraakt. Nee, ik blaas mezelf erop. Nee, dat meen je. Oh mijn god, ik ben zo fucking dom. Ik reed net langs zo'n betonblok en dan schiet ik en dan blaas ik mezelf op. Wat heeft hij nou weer verteld, Martin? Ik heb niet eens gehoord wat hij zei. Maar dit is dus niet zo slim. Je moet eigenlijk echt je geld op de bank zetten. Want volgens mij raak je steeds geld kwijt als je doodgaat. Maar in ieder geval, ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je hem leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. Verder zou ik zeggen, abonneer voor meer. En ik snipe even iemand door zijn kop heen. Nog een keer. Nee, als ik hem weer zou hebben, zou ik ziek zijn. Vooral net met die andere, die hummer kill. Maar in ieder geval, als je hem leuk vond, laat in ieder geval een like achter. Abonneer voor meer. En trouwens, bij 1000 likes natuurlijk weer een nieuwe episode. Dus tot dan. Houdoe.